Ome, goedemorgen. Dag Edwin, goedemorgen. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Goed, blij om weer eens in de ZB te zijn. Ja, we hadden het er net al een beetje kort over. Nou, de meeste mensen in Zeeland kennen jou denk ik inmiddels wel. Maar kan je nog heel even kort zeggen wat je nu doet? Want dat is toch weer wat anders dan de vorige keer. Ik ben voorzitter van de HZ, nu de HZ University of Applied Sciences. En nog een heel klein beetje hoogleraar mensenrechten, 2 uur per week. Oh, toch nog wel wat. Ja, blijf wel. Maar je hebt een nieuwe, dat is een drukke baan, neem ik aan. Ja, ontzettend leuke baan, ontzettend leuke club, de HZ. Ja. Dus, ik zie je overal in ieder geval, zodra er een vorige keer een feest van de HZ en van het Joint Research Center bij de Open Dag zag ik je weer. Ja, maar zeker. Nu zijn we in de ZB bij de kast gedeeld verleden. Je bent een van de laatste gasten hier zo. En de vraag die we aan iedereen stellen is... welk boek wat in deze kenniskast staat of daarmee te maken heeft... zou jij willen aanbevelen en waarom? Kan je daar wat over vertellen? Nou, wat als het gaat over dit onderwerp... slavernijverleden, alledaags racisme... ook hoe het vandaag doorspeelt... dan vind ik... Ik heb in mijn leven echt ontzettend veel geleerd uit boeken. En ik heb toch even meegenomen een foto die hangt bij mijn ouders aan de muur. Ik weet niet of je hem zo kunt zien, ja, maar daar goed. Zie je mijn zusje en ik heel lang geleden met mijn oma. En zij leest voor uit, ik denk dat je nu zou moeten zeggen, de N-hut van oom Tom. Dat is een boek wat ik toen, dat kun je ook zien op die foto, echt... prachtig vond, maar als je terugkijkt, heel erg een boek was over iemand, oom Tom, tot slaaf gemaakt, die echt gered wordt door een wit iemand en die is dan ook de goeie in het verhaal. Dus eigenlijk heel, als je het nu weer leest, denk je van wat een cliché verhaal eigenlijk. Maar toen vond ik het echt prachtig. En ik denk, over de tijd heb ik veel gelezen over dit onderwerp. Het interesseert me heel erg, ook het slavernijverleden en wat we er vandaag nog in terugzien. Dus ik zat in de kast te kijken. Kijk, bijvoorbeeld deze Witte Onschuld van Gloria Wekker heb ik veel van geleerd. Wit is ook een kleur. Nou, zo zou ik nog wel meer kunnen laten zien. Maar wat ik echt wilde delen is dit boek. 1619 Project. Ik weet niet, weet je er iets van? Nee, ik heb het nooit gelezen. Nee. Het jaar 1619, dat is in Amerika echt een begrip. En dat komt door dit boek en ook het project dat daarmee samenhangt. Het is van Nicole Hannah Jones. Die heeft hier ook de Pulitzerprijs voor gekregen. En de stelling van het boek en van het hele project is eigenlijk dat... er wordt vaak gesproken over de Amerikaanse geschiedenis en de democratie die begonnen zou zijn in 1776, onafhankelijkheidsverklaring. Maar zij zegt van eigenlijk begon een deel in 1619, want toen werden de eerste tot slaafgemaakte in Virginia aan wal gezet. En die hebben zich sindsdien moeten invechten in de Amerikaanse democratie. En zij vertelt heel erg de Amerikaanse geschiedenis als... gemeenschappelijke geschiedenis. Heel mooi en goed gedaan. En laat ook zien, het zijn allemaal stukken van verschillende mensen, hoe als je kijkt naar de muziek of naar het eten of naar bijvoorbeeld het verhaal van suiker staat erin. Dat het altijd ook een verhaal is van hoe gaan verschillende bevolkingsgroepen met elkaar om. Dus ik vind het een heel mooi en interessant project. Maar de reden... Dat ik het hier wilde delen, is dat 1619... Nou, is in Amerika dus heel bekend. Allemaal echt het onderwijs is hervormd. En er zijn dan ook weer mensen tegen. Want waarom moet je hier aandacht aan besteden? Dus iedereen, als je dat jaartal zegt, 1619, weet iedereen in Amerika waar je het over hebt. Dat 1619, dat heeft ook heel erg een Zeeuwse kant. En in het bijzonder een Vlissingse kant. En... dat verhaal, dat wordt hier nauwelijks verteld. En dat, dat is gewoon voor mij een hele grote puzzel waarom dat zo is. Want als je kijkt naar het schip dat die mensen aan wal zetten. Dat was de Witte Leeuw, de White Lion. En die kapitein die had die mensen onderschept. Met toestemming van de burgemeester van Vlissingen. Eigenlijk op verzoek ook van de burgemeester van Vlissingen toen. En met ook een kaapbrief van Maurits van Oranje. Maar onderschept bedoel je van een andere boot afgepakt? Ja, dus het was van een Portugees. Een Portugese handelaar die had mensen in Angola gekaapt. Die was ermee onderweg naar...
Wat nu Guyana is. Wij waren in oorlog met de Spanjaarden. En daarin was alles geoorloofd. En Maurits van Oranje had dus een brief meegegeven aan die kapitein van... Je mag mensen tot slaaf maken. En Zeeland had hele goede banden met Virginia. En met die brief zijn ze in 1619 daar aan wal gezet. En is eigenlijk het hele verhaal van slavernij in Amerika begonnen. Dus daar zit echt een Zeeuwse en Vlissingse kant aan 1619. En we hebben natuurlijk in Zeeland de afgelopen tijd ook heel erg een discussie gehad over wat is ons verleden op dit gebied, hoe gaan we daarmee om. Er zijn excuses aangeboden door de provincie Zeeland. Dat is dit jaar nog eigenlijk. Dit jaar, ja. Want dit jaar, 150 jaar geleden, dat slavernij is afgeschaft. Ook door Middelburg en Vlissingen. En voor die discussie in Vlissingen is er ook een onderzoeksrapport voorbereid. En wat ik dan interessant vind, ook omdat ik zelf ook wel onderzoeker ben. In dat onderzoeksrapport staat één zin van... je hoort wel dat in Amerika 1619 een belangrijk jaar is... en dat er een link zou zijn met Vlissingen. Maar het bewijs daarvoor is flinterdun, staat er. En dan denk je, ja, wat nou flinterdun? Weet je, er is dit boek, maar er is ook nog echt zo'n stapel boeken bovenop. Het staat... Maar is dat ook een boek waar de bronnen en de bewijzen ook echt in staan? Is dat nou, er is referentie aan de bronnen. En ik ben natuurlijk de wetenschapper, daar ga ik graven. En dan zie je dus allemaal wetenschappelijke artikelen. Je ziet ook dat in de registers van Virginia staat van a certain Dutchman brought ashore those... people, en dan staan die namen erin. De naam van de Dutchman, de naam van de White Lion staat erin. Dus het is allemaal daar heel erg bekend. En ook dat het een, maar dan zou je toch denken dat bijvoorbeeld het museum in Vlissingen daar ook wel iets van documentatie over heeft? Of is dat... Nee. Het is echt... het is dus een beetje een vergeten stuk geschiedenis. Kijk, onze geschiedenis is zo rijk. Die kent zoveel perspectieven dat ik het gewoon ook echt jammer vindt als deze kant ook van de Zeeuwse geschiedenis niet bekend is. Net zoals bijvoorbeeld als je het hebt over slavernijverleden. Ik ben ook ooit naar het Zeeuwse archief gegaan en heb daar een boek op gevraagd. Dat heeft Betje Wolf ooit vertaald uit het Frans rond, ik denk 1790. En dat was van de Franse dominee. La cause des esclaves nègres heette dat. Een aanklacht tegen het instituut toen van de slavernij. En Betje Wolf, die we natuurlijk wel kennen, ook van Aagje Deken en omdat ze uit Vlissingen komt. Die heeft dat dus allemaal in het Nederlands vertaald. Kennelijk omdat ze dat een belangrijk boek vond. En nou, ik heb ook een aantal experts erover gesproken. Niemand die dat weet. Terwijl ik denk van je zou ook in, of het nou het museum is, of het Zeeuws Museum, of het archief, je zou gewoon dat kunnen vertellen. Ook om te laten zien van ook in die tijd was er al discussie. Er waren er ook wel mensen die zich afvroegen van was dit nou... Maar dit boek, dat boek heeft een prijs gewonnen, dus dan zou je denken dat toch heel veel mensen het kennen. Is het ook vertaald in het Nederlands? Dat niet, ze is hier wel geweest, die Nicole Hannah-Jones. Dus okay. Ze heeft hier nog een lezing gegeven, dus in die zin begint het wel bekender te worden. Maar ja, in zeg maar de Vlissingse geschiedenis zie je het nog nergens terug. En, het is niet mijn. Er is ook een journalist, Leonard van der Valk, die heeft erover geschreven, ook in de NRC, dus het is helemaal niet geheim. Maar ja, het is hier... Kan het dan niet zijn dat de Zeeuwen het liever een beetje weghouden of zo? Ik weet het echt niet. Ik weet bijvoorbeeld dus niet waarom in zo'n rapport staat van ja, het bewijs is flinterdun, want dat is niet zo. Je hoeft maar echt een half uur te googlen en je ziet wat er is aan bewijs voor. Dus, maar het is interessant, want je denkt nu meteen van, nou, ik ben ook wel benieuwd naar die geschiedenis, hoe dat dan precies zit. Ja. En er zijn hier natuurlijk in de ZB zijn ook best wel veel kapersbrieven, die hebben ze uit de
Archief van Londen. Dus ik ben nu gelijk benieuwd of daar ook een link is. Nou ja, die kapersbrief die was dus van Maurits van Oranje. En de burgemeester van Vlissingen die had geïnvesteerd in dit verhaal. Die heeft denk ik ook de winsten van gekregen. Een van de redenen waarom ik ook geïnteresseerd ben, ik zit in het bestuur van de Roosevelt Foundation. En dan hebben we het over de Four Freedoms. En de Four Freedoms gaan ook heel erg over samenwerking tussen Nederland en Amerika. Over gedeelde waarden. Ja. En ergens zie je dat dus al in 1619 was er ook al een transatlantische band. Die niet zozeer ging over gedeelde waarden, maar ook wel echt juist ging over mensenrechten schendingen, zouden we nu zeggen. Waarbij ik denk van ja, als we het verhaal vertellen van Nederland en Amerika en Zeeland en Virginia, dan moet je eigenlijk daar beginnen. En wat haar pleidooi is dus heel erg van, zie nou de geschiedenis als een gezamenlijke geschiedenis die al heel lang teruggaat en verken ook alle kanten van die geschiedenis. Ja. Dus daarom spreekt het me zo aan. Nou ja, het is een interessante tip. En we zeggen er dan maar meteen bij, deze stond nog niet in de kenniskast. Die komt uit de bibliotheek van het Roosevelt Instituut. Maar is wel gewoon te lenen en ik denk dat het ook wel wordt aangeschaft naar dit verhaal, denk ik zomaar. Ja, nou ja, en dit is een hele dikke pil. Het is trouwens ook een podcast van, ik weet niet of ik dat hier mag aanraden. Dat mag je zeker, maar zeker. Podcast en ik kan ook wel de link sturen. Daar is ook echt een journalistiek stuk over verschenen en dat lees je toch iets sneller misschien dan een boek. Nou ja, het is zeker in deze tijden vluchtig en dingen, maar het is fijn als je het inderdaad... Nou, dankjewel, goede tip. En, graag gedaan. Ja, tot de volgende keer. Mooi dat er is. Amerika, wonder!